allemaal, welkom bij een video die gaat over de nieuwe herfstcollectie van Dior, de Mystic Metallics. En onder andere zie je er dit palet in. Dit is het Constellation palet en dat palet dat draag ik vandaag ook in deze look. Dit is een look gemaakt met dat palet en ook met de lipsticks die in deze collectie zitten. En een hele leuke blush, want die blush die heet New Red en die is ook behoorlijk rood. En die ziet er zo uit. Zometeen kun je echt veel beter de producten allemaal zien, want dan kun je ze ook van dichtbij bekijken. Nu dus eventjes van een afstandje. Ik ga jullie ook live laten zien, dus in het filmpje laten zien hoe je deze nagellak opbrengt. Dat is de Mystic Metallics. Ik blijf echt struikelen over die naam, niet normaal. Het is dus niet eens de Mystic Metallics, maar het is de Mystic Magnetics. Sorry, de Mystic Magnetics. Magnetische nagellak. En het resultaat is dit. En dat ga je zo meteen zien. Het is echt heel makkelijk om op te brengen. Dat scheelt. Het werkt ook wel goed. En dat heeft Dior dan wel weer goed gedaan. Het is misschien niet heel nieuw. Maar het werkt wel. Nou, kijk vooral even mee naar de swatches. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Wil je nou foto's zien van de producten. En dus ook van dichtbij. Dan kun je even op beautyscene.nl kijken. Want daar staat nu deel 1 al van de review online. En deel 2 volgt vandaag ook nog. En daar heb je onder andere een close-upje van deze nagellak. En denk ik ook nog wel even van mijn oogschaduwlook. Voor als je daar interesse in hebt. Dus kijk vooral eventjes verder naar het filmpje. Dan kun je alle swatches en producten van dichtbij zien. Dus op naar de swatches. Hi allemaal, welkom bij een video over de nieuwe herfstcollectie. Make-up van een collectie van Dior. Dat is de Mystic Metallics. En daar vind je onder andere dit hele mooie palet in met 5 kleurtjes. Het Sans Couleur palet. En dat heeft natuurlijk ook nog een naam. Het is de naam, even kijken hoor. De Constellation. Constellation is zeg maar de... het heeft natuurlijk allemaal met de sterren en het heelal te maken. Nou, hele mooie kleuren. Ik zal zo meteen hierna even de swatches laten zien. En dit zijn swatches van het oogschaduwpalet. Deze een beetje paarse, die was behoorlijk hard trouwens. En de andere zijn heel lekker zacht om op te brengen. Alleen deze paarse was een beetje kruimelig, moet ik zeggen. Het palet ziet er nog steeds wel prima uit. Dus de oogschaduw zijn niet echt... apart of zo. Dit zijn in ieder geval de kleuren. Dior heeft ook een aantal nieuwe vaste producten uitgebracht. Waaronder nieuwe blushes. En dit is er eentje van. Een hele mooie. Coral Sunset. Oh nee, dit is de New Red. Sorry, dit is de New Red. Een beetje een rode blush. Die volgens mij maar tijdelijk te krijgen zal zijn. Dat is wel jammer. Een hele mooie kleur vind ik zelf. En er zit dus ook een blushkwastje bij. Met een hele lekkere zachte haren zijn het. Handig om toch mee te nemen. Al kies ik zelf altijd een grotere. En deze is ook heel mooi. Dit is dan wel de Corail. Oh nee, de Happy Cherry. Nou, hallo. Weer een andere. De Happy Cherry. Ik heb er volgens mij nog één. Ah ja, die zal ik zo even pakken. Dit is de Happy Cherry. Die is wat meer roze. En dan zal ik de andere nog even pakken. Kijk, want die heb ik hier. En dat is de Corail Croisette. Nou, ik had hem dus nog niet eens op de foto gezet. Dat is natuurlijk niet zo handig van me. En dit is de Corail Croisette. Die is dus wat meer roze, oranje, koraalachtig. Ook een hele mooie kleur. Nou, er zit normaal gesproken ook een beschermend hoesje overheen. En het kwastje zit zelf nog in plastic. Nieuwe blushes zijn het allemaal. Dat zijn de Dior Blush. En er zijn een heleboel nieuwe mooie kleuren bijgekomen. En dan zijn we ook nog de swatches van de blushes. Met de koraal, de roze en de rode. Die je net gezien hebt. Ik heb ze wel even met mijn vinger aangebracht trouwens. Met een blushkwast worden ze natuurlijk minder fel. Nou, natuurlijk zijn er ook nagellakjes in deze collectie te vinden. En er zijn twee, nou zeg maar normale. De Destin. De Destin, nou ja, voor bestemming is het eigenlijk in een beetje een cremige roze kleur. Met heel veel shimmer. Echt een mooie kleur moet ik zeggen. Zeker als je hem draagt, heel erg mooi. En de Galaxy. De Galaxy is wat donkerrood met een beetje bruinig met een shimmertje. Ik heb hem hier ook op. En met een shimmertje zit er eigenlijk een beetje in. Een beetje mysterieuze kleur. Ook metallic weer, maar wel op een mooie manier. Dus niet overdreven. Het apartste lakje, dat is toch wel deze. Dat is namelijk een magnetisch lakje. Dat kennen jullie misschien wel van bijvoorbeeld Catrice of Essence. Die hadden dat ook. Er zitten dus ijzerdeeltjes in de nagellak. Het is verder gewoon een normale nagellak. Je doet hem gewoon op zoals je normaal ook doet. En dan zit er een
ja, een magneetje bij. En die hou je dan over je net gelakte nagel heen. En dan komt er een patroontje in. Ik ga het niet hier voor de camera doen. Maar ik ga het zeker nog wel van de week even laten zien aan jullie. Dan kun je even precies zien of het werkt en hoe het werkt. Het is misschien al een beetje geweest. Het is niet, Dior was niet echt trendsetter. Maar goed, we hebben het in ieder geval gezien. Ik ga jullie laten zien hoe de Mystic Magnetic nagellak van Dior werkt. Echt super simpel. Ik heb het net al even gedaan met deze twee nagels. Deze en deze. En nu ga ik dat op de middelvinger doen. Het is een beetje puzzelen hoe ik dat het beste in beeld kan brengen. Maar het komt eraan. Het werkt heel simpel. Je brengt een laagje nagellak op. Niet te veel en niet te weinig. Met één laagje is in principe al gewoon dekkend, zoals je kunt zien. Zorg wel dat je de randjes een beetje meeneemt. Misschien niet helemaal perfect nu, maar ik moet ook even kijken of het in beeld goed is. Nou, op het moment dat je nagellak gedaan hebt, gelijk de magneet erop. Probeer de nagel niet aan te raken. Laat het maar heel kort zitten. Want zo zie je dat je direct al een patroontje hebt. Het gaat echt heel simpel, echt een paar seconden. En je hoeft het dus niet langer vast te houden, want het wordt er niet per se mooier op. En dit is dan het resultaat. Super handig en nou, het is best wel leuk eigenlijk. Het ziet er leuker uit dan ik dacht en het is heel makkelijk te doen. Dus vooruit dan maar. Goedgekeurd. Nou, en dan zijn er ook nog een aantal lipsticks. Dit is de Dior Addict en dit is de kleur 986. De Bon Aventure, dat is een vrij donkere kleur die ook weer goed past bij de donkerrode tint van de nagellak bijvoorbeeld. En ik zal hem even swatchen, dan kun je hem gelijk even zo zien. Oh, mijn handen zijn wel een beetje vettig hoor, want ik heb ze net ingesmeerd met handcreme. Dus dat ligt niet zozeer aan de lipstick, want die dekt gewoon prima. En zo gaat hij dan weer dicht. En dan zijn er een aantal ook wat lichtere tinten lipgloss. En dit is de 684 en die heeft ook nog een naam, de Merveille. En de Merveille is een beetje oud roze, lijkt het wel. Ook wel met shimmer. Oh, ik kan maar lopen knoeien. En een oud roze lipglossje. Met een, ja, een beetje metallic finish. Daar moet je ook wel weer een beetje van houden, denk ik. Ik zal de swatches zo nog even wat beter laten zien. De swatches van de lipstick en de lipgloss, zoals ik net beloofde. Even wat beter in beeld. En dan heeft Dior helemaal nieuw de Dior Show Fusion Monos. Het zijn wel hele aparte dingetjes. Het zijn namelijk moesachtige oogschaduws. Met heel veel glans en mooie kleuren. En er zijn, ik heb er een paar van. Dit is de kleur, even kijken hoor, Millennium. De 381, dat is een beetje een taupe. Kleur, een beetje brons kan het ook eigenlijk wel zijn. Dan is het een beetje een gouden okerkleur. En dat is de Meteoriet. Dat is de 661. Ja, de 661. En dan heb ik nog een blauwige. En dat is de Cosmos, de 281. Nou, en ze hebben een heel grappig. Ze zijn een beetje bouncy. Ze zijn vrij stevig eigenlijk. Je kunt ze gewoon indrukken. Het is niet zo dat je vinger dan gelijk... Je serveert een beetje terug, heel leuk. Nou, ze geven niet direct enorm veel kleur of zou je denken. Maar toch, als je eenmaal je vinger er even voorzichtig overheen haalt, dan heb je toch best wel een hele mooie kleur, zoals je kan zien. En op je ooglid aangebracht gaat dat ook eigenlijk super makkelijk. Want ze glijden echt over je oogleden heen. En het mooie aan allemaal is dat ze allemaal echt heel goed blijven zitten. Dus je hebt met één streekje eigenlijk. Ik zal ze zo even wat beter swatchen. Maar met één streekje heb je echt wel behoorlijk wat glans. En ja, het staat gewoon heel erg mooi. En ze werken goed en ze blijven de hele dag zitten. Nou, Chanel had al de Illusion Dombre. En daar lijken deze wel heel erg op. Maar ze zijn echt heel erg fijn en mooi. Er zijn heel veel kleuren te krijgen. Dus je kan er alle kanten mee op. Bij zo'n potje zit ook nog een kwastje. En dat kwastje dat kun je uit elkaar halen en in elkaar schuiven. Zodat het allemaal makkelijker in je tas past. De swatches van de Dior Fusion Monos. Mooie glans zoals je kunt zien. Maar ook behoorlijk gepigmenteerd.
dit was de video-impressie van de Dior Mythic Metallics. En natuurlijk komen er ook nog foto's en swatches, betere foto's. Of betere swatches en foto's op beautyscene.nl. Dus als je zin hebt om daar nog eens op te kijken, moet je dat zeker even doen. Dankjewel voor het kijken. Are you down? Are you down? Yeah, you are the way down.